De Zevensprong. Wat is er toch voor bijzonders aan de Zevensprong? Waarom komt meester Frans van der Stecht daar zo vaak? Wie is de afzender van de geheimzinnige brief? Bestaat er echt een complot van de Zevensprong? En waarom heeft de Zevensprong maar 6 wegen? Misschien is er een antwoord op die vragen. Kijk daarom naar De Zevensprong. De hoofdpersoon in het nu volgende programma is Lady Di. De New York Times Productions is erin geslaagd een boeiend beeld te geven van de knappe jonge vrouw die na 21 jaar vrijwel onbekend te zijn gebleven, nu een van de meest besproken en gefotografeerde vrouwen in de wereld is.